Je kent vast wel van die mooie koraalriffen. Maar wist je dat ook in onze Waddenzee volop riffen te vinden zijn? Een heel boeiend leefgebied voor veel bijzondere dieren. Een rif is een ondiepte in de zee die vaak gevormd is op een harde ondergrond. In de Waddenzee is het niet het koraal, maar zijn het schelpdieren die de riffen vormen. Japanse oesters en mosselen groeien heel dicht tegen elkaar aan. Zo vormen zij stevige banken. Samen staan ze sterk tegen de sterke stroming en de golven van de zee. Deze oester- en mosselbanken zijn een prima plek voor veel zeedieren. Zoals zeeanemonen, zeepokken, garnalen en kleine visjes. Die anders geen geschikte leefomgeving zouden vinden in de wereld van zand en slib. Mosselen en oesters bouwen voor zichzelf een aangename omgeving, maar ook voor anderen. Riffen zijn belangrijke plekken voor veel diersoorten. En dat weten vogels ook. Heerlijk eten dat met eb vaak boven water uitsteekt. Rondom een rif komen veel meer vogels voor dan op een gewone zandplaat. De laatste jaren ontstaan er op steeds meer plekken in het Waddengebied natuurlijke riffen. Heel fijn dus.